Goedemiddag, ik ben Mark Meijnen van de firma BCM in Hoogstraten. Wij hebben zo net de Benelux trofee Thermisch Verzinken gewonnen voor ons project uitbreiding van de Brambilla Brewery in Kinshasa. De reden waarom wij gewonnen hebben, denk ik, of toch de motivatie van de jury was, omdat het een heel huzarenstukje was om de structuur op korte termijn, inclusief alle machines, zo te engineeren en uit te voeren, te verschepen in containers en ter plaatse volledig terug op te bouwen. En dat, alleen al daarvoor hebben ze denk ik ons de trofee overhandigd. Nu, dat was ook de grootste uitdaging van heel het project, het 3D modelleren van zowel de zaalstructuur als de machines die in het gebouw moesten komen. We hebben ook nog verder met onze klant het beladen van de containers volledig in 3D gemodelleerd, zodanig dat we ook op voorhand konden weten van hoeveel containers we nodig hadden, welke stukken in welke container zouden zitten en dat er ter plaatse niet moest gezocht worden en zo weinig mogelijk tijd zou verloren worden met de materialen uit te zoeken. Want de montage is gebeurd tijdens het moessonseizoen, dus het dak van het gebouw moest eigenlijk binnen een paar dagen terug op het gebouw kunnen gezet worden om verder te kunnen afwerken.